Goedemorgen allemaal. You just give me a... Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Ik ben echt strontverkouden. Kan je ook wel horen. Ik kan gewoon niet slapen omdat ik gewoon geen lucht krijg. Door mijn neus en door mijn mond adem doet pijn. Ik heb een gedoogde mond. Ik heb al keelpijn, dus het werkt allemaal niet zo lekker samen. Ik word er helemaal gek van. Vandaag moet ik heel eventjes nog wat aan school doen. Laatste puntje op de i zetten voor mijn conceptportfolio. En that's it. En het is echt een rainy day. Ik heb een beetje aan school gezeten vandaag. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Het is gewoon kwart voor drie. Ik heb gewoon nog niks gegeten. It's so not me. Maar ik ben echt een soort... Zo, nee, niet fit. Ik heb gewoon echt geen honger. Maar ik weet dat ik wel even wat moet eten. Maar ik weet ook niet wat. Ik heb nergens zin in. Nergens trek in. Oké, ik ben klaar met school. Het is 3:30. Ik dacht, I can sit. En ga niks doen. Maar toen dacht ik, nee. We gaan gewoon lekker sporten. En dan ga je gewoon lekker rustig aandoen. Ik moet namelijk bovenlichaam doen. Dus armen, rug en zo. En dat kan op zich wel. Dus ik denk dat het wel goed komt. Ik heb sinds donderdag niet gesport. Het is nu maandag. En normaal sport ik sowieso wel vrijdag, zaterdag of zondag een keer. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Ik heb nieuwe sportsetjes. En ik had dus normaal altijd maand M met de leggings. En ik heb nu een keer maand S gedaan om te kijken of het beter zit. En ik ben heel erg benieuwd. Dus ja, of course, van mijn favoriet Stronger. Al mijn sportsetjes zijn letterlijk in mijn leven van Stronger. Ze zijn zo chill, zitten goed, kan je lekker mee bewegen. Zijn gewoon mooi, je gaat zien hoe goed ze zitten. Dus ja, ik ga het jullie laten zien. Natuurlijk heb ik ook een kortingscode, die is Sarah20. En dan krijg je dus 20% korting, dus best wel veel. Alle linkjes staan in de beschrijving, alles staat sowieso in de beschrijving. Dus dan kan je het even checken. Ik ga het even aan jullie laten zien, want het is echt geweldig. Ik heb volgens mij... Wacht. Let's me check. Ja, oh ja, nee. Oh my god, ik ben zo excited. Ik heb allemaal leuke kleurtjes en zo. Dit gaan we nu uitpakken. Oh my god, hoe cute. Oké, ik ga ze allemaal even aantrekken hoor. Dan kun je het goed zien, maar I love. Nou, hoe fucking vet is dit? Ze hadden deze dus ook in het zwart-grijs. Nou, een beetje wit-grijsachtig. Maar ik vond deze kleur juist wel leuk. Ik vind het echt gewoon, I love it om een beetje op te vallen. Waarom niet? Maar hoe leuk is het patroontje? Deze ook bijvoorbeeld die top heel leuk te combineren met gewoon alleen een zwarte legging of zo. Maar ja, ik vind dit echt super vet. En die achterkant is echt super mooi. Kijk, met al die leuke gebandjes die zo gecrossed zijn. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, want ik kan het zelf dus niet heel goed zien. Dan dit setje. Ik vind voornamelijk de kleur echt zo leuk. Hoe leuk is deze kleur? Even serieus. En dat boventopje vind ik ook heel cute. Het is echt zo'n one shoulder. Kijk, ik heb niet heel veel support hier nodig. Dus dan is het echt top. Maar anders is het wel een beetje lossig, zeg maar. Maar voor mij is dat dus prima. En ja, van achter zit hij dan dus zo. Heel cute. En de maat S leggings zijn trouwens echt perfect. Eigenlijk nog veel beter als maat M. En een legging is toch altijd heel, ja, rekbaar. Dus... Ik kan haar beter gewoon een maatje kleiner nemen. Dat het gewoon echt lekker goed strak zit. Deze vind ik echt heel leuk. Nou, even serieus hoor. Maar hoe leuk is deze kleur? Als ik ga sporten ooit op Koningsdag, dan doe ik zeker weten deze aan. Ik vind dit stofje zo bizar fijn. Het is echt super zacht, super elastisch. Dus ja, ik ben helemaal fan. Hoe cute. Dit is toch gewoon te cute. I love it. Ik heb deze dus ook in het felblauw. En dat was echt een van mijn favoriete setjes. Dus deze is er lekker bij. En als laatste deze zwarte set. Deze zit ook echt niet normaal goed. Hij is gewoon zo lekker hoog. En heel vet. Die achterkant is ook mooi. Zo gekruist. Ja, ik kan er gewoon zo lekker mee bewegen. Oh, zit het kaartje hier nog in? Even kijken. Oh, en ze hebben trouwens hierachter altijd zo'n vakje van Stronger. Dus dan kan je telefoon in kwijt, je sportpasje, gewoon van alles. Dus dat vind ik ook altijd heel relaxed. Ik ga nu lekker in deze sporten, denk. Helemaal zin in. Ik ga Isabel ophalen en dan gaan we lekker sporten. Nou, helemaal ready to go. Ik heb mijn spullen. Wil je dus ook het speciale? Check zeker de link in de beschrijving en de kortingscode. Dan kan je ook lekker je favoriete outfitjes shoppen. Bij Stronger om lekker in te sporten. Ik ga lekker even door. Alright, het is inmiddels 6:00. Ik heb lekker gesport. Heerlijk. Ik ga nu gezellig met Isabel samen eten. Ik heb samen met Isabel gesport. En we gaan lekker zelf pizza's maken. Dus
helemaal zin in. Isabel is net weg. We hadden echt super gezellig gegeten samen. Lekker pizza gemaakt. En we hadden een soort healthy cheesecakes gemaakt. Maar daar heb ik ook een TikTok van gemaakt. In een what I eat in deze. Wil je dat zien? Let me know. Let me know. Check it out. Ik ben nog zo blij met mijn wimperlift. Even serieus. Het is gewoon niet normaal. Ik gewoon als ik mascara af heb. Zo ziek chill. Maar ik ga nu lekker een serietje in bed kijken. En dan zo lekker slapen. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik heb lekker gesport al. En ik ga nu mijn nagels doen. Zijn niet per se heel hard nodig. Maar wel weer even lekker fresh nieuw nails. Oh my god, het gaat zo hard. En daarna, het is echt super mooi weer. Dacht ik, is misschien wel lekker om even naar het bos te gaan. Lekker in mijn eentje. I love it. Dus ik ben me van het klaarmaken. Ik heb echt nog maar 5 minuten. Dus ik moet echt opschieten. Zo, strok start. Ik heb gewoon altijd geen tijd om mijn haar te wassen. Dus ja, dat is een beetje de planning voor vandaag. Lekker chill en me-time. Lekker podcastje luisteren en wandelen in een mooi zonnetje. Nou, ik zit weer in de auto. Onderweg naar mijn nagels. Ik ben zo niet meer bruin. Ik voel me echt smoke en ziek. Gisteren hadden Isabel en ik deze healthy cheesecakes gemaakt. Dat was dus met yoghurt en light cream cheese en geen suiker zit erin. Beetje proteïnepoeder en zo. Super chill. Ik ga hem even eten, want ik heb haast. Ik dacht snel voor on the way. Of course, ik heb altijd haast. Ja. Echt lekker. Een soort cheesecake, maar volgende keer kan ik ook wel met een bodem doen. Al die suiker en zo helemaal niet nodig. Oh, en een ei. Nou, echt goed. Ik ben mijn vlogcamera vergeten. Maar ik zit hier lekker op een boomstam. Ik had een carpaccio salade gehaald en even een Starbucks. Dus ik zit hier echt mokken hard te chillen. Dit is toch echt fucking genieten. Serieus, waarom doe ik dit niet vaker? I fucking love it. Nou, het is inmiddels 2 uur. Heerlijk. Ik heb even lekker een uurtje gewandeld. Nou, iets langer. Ja, ongeveer een uurtje gewandeld. Heerlijk. Ik heb lekker even in het bos gegeten. En vanmiddag ook nog tijd om gewoon even wat te werken. We nog editen. We nog wat filmen. Toch wel even lekker gelopen. Ik kan hier echt super chill lopen. En ik moet vet nodig naar de wc. Echt heel kut. Ik wilde gewoon gaan, maar het is echt chill hier. Ik ging bij een vogelenzang is het, heet het. En dan heet het Pannenland. Je moet wel 2 euro betalen om zeg maar je auto te parkeren. Maar op zich, ja, prima. Hartstikke chill. Het is wel een half uur rijden of zo, maar ja, gewoon helemaal top. Helemaal leuk. Ga ik vaker doen. Dat is ook echt een mooie dag. Het is inmiddels bijna 6:30 en ik ga iets maken wat ik vroeger dus altijd maakte. En dat recept had ik van Food Gloss. Kennen jullie dat nog? Food Gloss. En het waren broccoli pannenkoekjes. En ik denk dat ik het oprecht 5 jaar niet heb gemaakt. En toen zag ik er dus laatst een TikTok van. En toen dacht ik, oh my god, dit moet ik weer maken. Dus, dat gaan we doen. En ik ga jullie laten zien hoe het werkt en hoe het moet en wat je nodig hebt. Oké, ik ga er ook een TikTok van maken en dan leg ik het allemaal goed uit. Maar dit zijn een beetje de ingrediënten. Ik weet niet of je het dus irritant vindt, want ik heb heel vaak dat ik dingen maak en dan zeg ik, ik doe het in een TikTok, maar het is gewoon veel handiger. Stel, ik ga hier nu 10 minuten van jouw tijd nemen van, nou, zo moet je het maken. Terwijl je in 30 seconden in een TikTok kan zetten. Dat is toch veel beter, ook voor jullie. Dan kan je gewoon, hup, kan je hem opslaan, kan je hem ook opzoeken. Dus let me know, vind je het vervelend? Of vind je het toch wel leuk als ik dat soms in een vlog doe? Kijk, het is zo lekker herfstig, lekker gele blaadjes en, oh, hoe cute! Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Vandaag heb ik lekker al gesport. Het is weer zo'n mooie dag. Even serieus. I love it. Het is echt zo fall vibes. Ik heb nu even een haaroliemasker in. Ik heb gewoon pure 100% castor olie. Want het is geen goed zijn voor haargroei. En ik ga vandaag een super chille, leuke, lekkere mukbang opnemen. Isabel met noedels en allemaal dingen van de toko. Dus ik can't wait. Maar ik moet eerst even editen. Ik heb helemaal klaargemaakt, opgemaakt. Weet ik het allemaal.
Isabel en ik gaan nu dus een noedel mukbang opnemen die we echt wel heel lang gepland hebben. Ik kan niet wachten. Dus ik ben wel een beetje laat. Ik ga alle spullen pakken. Nou, hij komt gewoon niet. Oké. Wat is het nou? Ja, dit is kapot. We hebben net een mukbang opgenomen, maar hij was echt... Hij staat al online. Jullie moeten dit kijken, want het was echt bizar. We gaan even een rondje lopen. Hopen met het idee dat de noedels er weer aflopen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Wat is er? Hè? Ik hoor je dat het hier loopt aflopen. Oké. We gaan even een rondje lopen. Alright, het is inmiddels al avond. Ik ga even me lekker klaarmaken voor bed. Het is nu 8:30. Ik zit hem lekker in bed te liggen. Make-upje eraf te halen. Lekker chill outfitje aan te doen. Ik heb net nog 2 video's geëdit. Echt, oh my god. Dus, dat gaan we lekker doen. Ik ga nu alles eraf halen. Ik ben het helemaal zat. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Stan was vandaag naar een festival. Dus ik kwam vanochtend om 6:45 thuis. Echt. En sindsdien heb ik gewoon niet meer kunnen slapen. Ik ging rond 8:30 uiteindelijk mijn bed uit. Het is nu 10:30. Toen heb ik lekker een koffietje, lekker rustig aangedaan. Lekker klaargemaakt. Weet ik het allemaal. Ik ben nu onderweg naar Amsterdam. Ik ga namelijk naar kantoor. Even lunchen. Meeting over 4:15. En vanmiddag heb ik ook nog een event van Kiehl's. Superleuk. Daarna ga ik sporten in Amsterdam met Maggie. En ik ga ook nog even naar de Primark trouwens nu. Want ja, het is 10:30. Ik denk dat ik rond 12 uur op kantoor ben. In de tussentijd nog wel even een half uurtje, 3 kwartier om even naar de Primark te gaan. En ik wil... Waar zit de Primark ook weer? In Amsterdam. Oh ja, ik weet het al. Ja, dus daar ga ik even heen. Want ik wil van die rollers voor in je haar. En ik zag dat ze gewoon allemaal leuke dingen hadden. Dus ben ik nou scherp of niet? Ik weet het niet. Helemaal leuk dagje in mijn volgepland. Maar ik ben wel een beetje... raar of zo. Dat ik helemaal wakker ben. Ja. Rare nacht gehad gewoon. Ik ben weer op kantoor. Dit is mijn best manager ever. Dit is de best boss ever. Leila. Wiley. Leila. Ja. En we gaan nu naar Kiehl's event. Daar is Meertje. Andere grote schat. En daar is Floortje. Gezel. Nou, helemaal leuk. We gaan dus naar Kiehl's event. Er is Tess. En we gaan. Nee, Floor. Oh, edition gold. Ja, gold. Vind je die lekker? Ja, ik wil het. You look pretty. Ik heb een ziekenhuis aan het staan. Hoe is je show? Oh ja. Kijk. Heel leuk. Met die jas klopt er helemaal. Ja, die jas is ook leuk. Daar heb ik een Insta-foto mee. Weet je dat nog? Ja, dat is mijn jas. Ja. Cute. Een Jaded London die jas. Ja, heel leuk. Oké. We're going on a trip. Nou, na een heftige scooter ride zijn we op het event aangekomen. I will put a clip of the scooter. You was I miss it. We zijn nu op Kiehl's. Het is echt super cute. Check dit. Hoe leuk. Nou jongens, we zijn op het event. Kijk wie ik tegenkom. Hallo. Helemaal gezellig. Helemaal gezellig. Eindelijk. We hebben net al op haar vlog gezegd, maar... Sorry, ik ben net een soort van nat geregen. Ja, ik moest op de scooter. Nou, maar ik ging heel... op de scooter? Oh, mijn god. Ja. Ja. Nou, op de Felix vanaf het kantoor, maar helemaal nat gereden, maar nu ben ik weer een beetje dood. Maar we gaan dus een mukbang filmen. Yes, dus gaan we eindelijk. Maar hoe gaan we dat doen? Gaan we de zweep filmen? Oh ja. Heb je dat gedoe weer? Weet je wat YouTube moet doen? Een collabpost, net zoals Insta. Oh ja, dat is jouw bijna kanaal. Zo, dat is wel handig. Oh, daar is Jakje, man. Hey! Hey, schat. Hey. Ik ben weer thuis. Event was echt super gezellig. Net even lekker gegeten. Mijn ouders en Stan heeft ook eten. Super leuk. Morgen gaat Stan niet, dus een nachtje weg. Naar Rotterdam. Echt super veel zin in. Dus ik ga morgen met hem al mee naar school. Want hij zit op de hogeschool van Rotterdam. Dus
gaat hij naar school. Want hij heeft ook school. Dan ga ik alvast mee en dan ga ik daar gewoon in een koffietentje of zo werken. Echt nog steeds stroomverkouden. Waar is hij nu? Hoe laat is het nu? 19:30. Maar ik heb heel de avond nog. Heerlijk. Ik kan lekker chillen. Lekker koffer inpakken. Echt super chill eigenlijk. Ik heb dus een nieuwe koffer van Captain & Son. Hij is echt vet leuk. Dus ik ga die zo meteen aan jullie laten zien. Dan ga ik even mijn koffer inpakken en zo. Lekker chillen. Lekker kaarsjes aan. Helemaal leuk. En even outfits bedenken. Want... Maar ik weet echt nog niet wat ik aan moet. Ik denk wel dat ik weet welke laars ik aan wil. Oké, ik heb dus even mijn haar gekruld. Dus het is nog even in een super strakke krul. Dus daar moet je niet naar kijken. Want dan is het morgenochtend helemaal perfecto. Maar ik ga jullie mijn nieuwe koffer laten zien van Captain & Son. Het is een travel. Het is een handbagage, dus dat is super chill. En hij is roze en ik heb dus ook een roze zoetsuit. Dus wat past hij er helemaal bij? Helemaal met chi. Tadaa. Kijk dan. Zo fijn. Ik vind de kleur echt heel leuk. Daarmee, dus ik ga even lekker mijn koffer inpakken. Oh, hij heeft zelfs een slot erop. Ook heel handig. Kijk dan. Lekker groot. Hier dus twee van die banden en hier van die vakken. En dan kan je hier dus... Allemaal kleding doen, nou wat chill. Ik ga dit eventjes lekker inpakken. En ik wil ook nog even bekijken. Oh ja, en ik wil jullie ook laten zien wat ik gekregen op het Kiehl's event. Mijn favoriete, drie favoriete products. Als eerst de avocado cream eye treatment. Deze heb ik al heel lang en recentelijk ook opgemaakt. Het is een hele lekkere eye cream. Maar kan ook heel fijn zijn als primer. En dan de ultra facial cream. Die is ook heel erg chill. En de welbekende Midnight Recovery. En dat is een serum. En die schijnt ziek lekker en hydraterend te zijn. Dus deze ga ik ook allemaal lekker meenemen. Allemaal lekkere goodies. I love it. Nou, ik heb heel mijn koffer ingepakt. Helemaal top. Ik ga nu de auto in. En dan ga ik naar stal. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag. Vrijdag. Ik ben aan het vloggen. Ik ben nu op de hogeschool Rotterdam. Ook al zit ik daar natuurlijk op school. Maar Stan wel, dus ik ben er toch mee. Want we gaan dus vandaag een nachtje weg naar Rotterdam. Want ik ben blij dat ze er ook bij. Dus zijn we nu samen aan het studeren, want hij geeft les. Hij dacht op school, maar het is blijkbaar online. Maar tot 3:30 zien we 12 uur. Dus we gaan hier nu gewoon even zitten en chillen. Ik heb even lekker een chai latte gehad. En kijk, dus het maakt haar perfect. Dat is gewoon precies wat ik bedoel. Maar goed. Ik ga even werken en zo hier. Ik zal naar school zitten en dan gaan we daarna naar zitten. Helemaal zin in. Oké, we zijn aangekomen in het hotel. En kijk hoe cute het is. Dit hadden we helemaal niet betaald of iets voor gedaan of zo. Maar ik had alleen neergezet dat het voor 2 jaar jubileum was. Toen is het helemaal zo cute. Hier opgeschreven, gefeliciteerd met jullie 2 jaar jubileum. Oh, ik zal trouwens eerst even de kamer laten zien. Au. Hier kom je binnen. Dan heb je hier dus de badkamer en de douche en zo. En dan heb je hier dus gewoon de wc. En dan heb je hier echt super mooi de kamer. Heb je hier trouwens nog een kast. Dit is de tv. En dan heb je hier gewoon een mooie view van Rotterdam. Bed, dat is een schattige roze blaadje en zo. Ballonnetje. Oh ja, en hier nog Love in the Air. En dan hier ook weer een mooie view. Dus ja, echt een aanrader dit hotel. Echt heel erg leuk. We hebben om 9:00 gereserveerd bij de Aqua Asia Club. Het zit letterlijk in dit gebouw. Letterlijk gewoon hier beneden. Dus super chill. En we hebben nu even wat roomservice besteld omdat we een beetje honger hebben. En we gaan nu even gewoon een serie kijken. Ik zal gaan zo sporten, want hier is ook een sportschool. En dan ga ik even wat content maken voor samenwerking. Dus helemaal chill, helemaal leuk. Het is inmiddels 9 uur. We zijn helemaal ready. Hey, moet ik allemaal mee? Lekker vimpaardaars nee, gekeken. En haar gekruld, een leuk jurkje aan. Deze hakken.
Helemaal leuk. Dus wij gaan nu lekker eten bij Aqua Asia. En je hebt hier mijn jas opgepakt. Oh my god, jongens. We hebben het eten. Wat lekker allemaal dit. Het is echt niet normaal. En een mooie view op de terras met mijn rug. Jongens, het eten is echt zo goed. Wil ze toen erin? Ja. Vooral die sashimi is goed, hè. Dat is niet normaal. We gaan nu weer lekker een oestertje nemen. Hou even die uitjes wat. Ja. Even een oestertje nemen. Yeah, let's go. Wacht op mij. Tuurlijk. Oké, cheers. Ja. Lekker. Weet je nog die Spanje, die waren zo groot. Te groot. Dat was echt zo'n hap zeep. Nou, niet zeep, maar gewoon slot. Deze zijn lekker. Oh jongens, we hebben lekker de sushi. Eindelijk. Nee, nee. Jawel. Oh wel. Jongens, ik ga het niet. Ik ga het stiekem zeggen, maar Stan is zo schattig. Hij heeft gewoon een brief voor mij geschreven. Ik ga het niet laten zien, maar hoe cute. Echt awesome goals. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Wat is dit nou weer voor grimmig? Nou, ik werd echt wakker met kop uit en neer in Afrika. Wat een uitdaging. Maar het was wel echt heel leuk gisteren. We hebben net lekker ontbeten en het is nu bijna 12 uur. Dus we gaan uitchecken. We gaan naar huis en dan ga ik foto's maken met Isabel. Isabel en ik zijn lekker foto's gaan maken. We hebben echt geluk met de zon, maar het is wel koud. Nou, het kan veel kouder zijn in oktober. Kijk dit. En we hebben echt iets super leuks, want we gaan zo meteen McDonald's McPing opnemen. Hey. Helemaal zin in. Joepie. Hebben we wel verdiend hierna. Yay! Nou, helemaal chill. Ja. Dit kan. Ik zou je zwart-witte ring doen. Ja. Met je zwarte bom. Ja, maar. Ja, of een groene tas. Maar misschien. Oh ja. Dit nee, ik denk. Ik zou. Anders wordt het te veel kleur. Zwart-witte? Ja. Ik heb ook zwart-wit. Hallo allemaal, het is inmiddels al weer avond. Isma en ik wel lekker naar McDonald's geweest. Jee. En ik ga nu sporten met mijn nicht. Op mijn zaterdagavond sporten. Who the fuck am I? Nee, maar ja, wel gewoon chill. Ik ga morgen naar Strafwerk, een festival. Dus dan wil ik gewoon lekker fit zijn. Ik ga trouwens wel nuchter, want ik ga gewoon met de auto. Ik heb zat dingen te doen weer maandag en dinsdag. Dus. Ja. Hallo allemaal, het is vandaag zondag en lekker sport, gedoucht en ik het allemaal. Ik moet opgesteld worden, ik ben zo chagrijnig, holy shit. Echt gewoon de chagrijnigheid vliegt door mijn lichaam. En ik had honger, dus weet je wat ik heb gemaakt? Noedels. Een hele pan vol, leftovers van de mukbang. Dus laten we nu samen lekker wat gaan eten. Oké, ik ben heel erg benieuwd of het net zo lekker is als toen. Ik heb er ook weer mushrooms en zo door gedaan. Ik ga dit echt niet in mijn eentje opkrijgen hoor, hoop ik. Ik heb wel honger, want het is al 1 uur en ik heb nog niks gegeten vandaag. En wel gesport. Ja, het is weer goddelijk lekker. Oh my god. Hier kan ik gewoon niet genoeg van krijgen. Het is wel zo ziek heet nog. Het is gewoon echt de perfecte spice. En cheese. Again. Wil je zien hoe ik dit heb gemaakt? Dan moet je even de video kijken. De noedelvideo. Lekker rice cake. Die vind ik ook zo top. Volgens mij had ik gewoon even wat eten nodig. En dit knam me meteen al zo op. Ik heb ook lekker eitje erbij. Veel te heet nog. Echt veel te heet. Maar wel veel te lekker. Ik ben de laatste tijd echt zoveel aan het vreten weer. Ik ben echt boos op mezelf. Soms heb je het gewoon even nodig. Dan kan wel helemaal streng op jezelf doen. Maar heb je toch geen zin. Want het komt wel weer op een ander moment.
Zo chill dit. Jullie moeten dit echt maken, want you're missing out. Ik denk dat dit echt een ontbijt, lunch, avondeten wordt. Maakt niet uit. Het is wel best waterig, dus het lijkt meer dan het is. Het is zeg maar ook heel veel soep. Dus hij kan elk moment uitvallen. Daar zijn we weer. Hij was uitgevallen. We gaan weer door. Ik dacht eigenlijk dat het meer was dan dat het... Het valt op zich best mee. En het is nu ook wat meer afgekoeld, dus dat scheelt ook. Ik ga een lekker eitje erbij eten. Dit is gewoon leven. Hoe lekker dit is. Eitje erbij is ook zo top. Ik ben echt blij dat die niet te spicy is. Dan vind ik hem echt niet lekker. Ik ga het hierbij denk ik even laten. Ongeveer een derde over. Ik vind het wel even best. Alright, ik heb even gechilled in bed en een reel geëdit. En ik ga nu... Ik moet ze weer echt gaan klaarmaken, maar ik ga nu een mosje proberen. Iemand zei dat ik dit heel raar uitsprak, maar misschien dan, zeg je dan mochi, 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 mochi. Is het een mochi of een mochi? Ik weet het niet. Gaan proberen. Dit is helemaal geen mochi. Dit is een sesambal met een rice cake. Ook heel lekker. I love dit soort dingen zo erg. Het is gewoon een rice cake met sesampasta. Een lekker soort poedersuiker zo eromheen. Ik heb er nog één. Hetzelfde. Yum. Ja, deze zijn heel lekker. Wat een vredag. We sporten er hard voor. We hebben het zien. Hallo. Ik moet even een drankje halen, want ik ben nog... Oh ja. Kijk hoe Het is inmiddels kwart over acht. Het was echt super, super, super leuk feestje. Echt heel gezellig. Maar ik merkte dat ik gewoon kapot werd. En zo lang op mijn benen te staan. En nou, eigenlijk was het maar van 5 tot 8. Maar ik ook gewoon een beetje moe was en zat was. Dus ik ben nu lekker naar huis. Onderweg naar huis. Maar het was wel echt heel gezellig. Het werd echt super goed gedijd. En ik vond het ook echt super leuk om nuchter te wonen. Ik heb echt één drankje of zo. Ik ben onderweg naar huis. Ga ik lekker mijn cupje eraf halen. Lekker chillen. Helemaal zin in. En ja. Het was wel... Ik ben blij dat ik toch nog ben gegaan. Want ik twijfelde eerst. Maar blij. Ik ga hier bij de vlog afsluiten. Dus vond je de video nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Mij te supporten natuurlijk. En te volgen op Instagram, TikTok. You name it. En ja, dan hoop ik heel erg dat jullie het heel erg leuk vonden. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!